Vandaag ga ik langs bij Nienke. Ze is hoogzwanger en ik ga er eens even het hemd van het lijf vragen. Hallo! Hi! Hoe is het? Nou, goed. Hoogzwanger. Gaat het goed? Ja, gaat heel goed. Ja, 32 weken nu en het gaat allemaal heel goed gelukkig. En weet je al wat het wordt? Een tweede meisje. Een tweede meisje. Leuk, dus Jaylin krijgt een zusje. Ja. We staan nu voor de kast van Jaylin. De kast van de buitenkant ziet er al echt te leuk uit. Net een soort snoepje. Ik ben wel heel benieuwd naar wat erin zit. Mag ik kijken? Ja, tuurlijk. Wauw. Superleuk ook al die gekleurde hangers. Heb je daar nog een bepaalde logica in? Ja, ik heb wel geprobeerd om alle vestjes aan de groene hangers en de longsleeves aan de roze hangers, zodat ik dat zelf ook overzichtelijker heb. Dus het hangt niet op kleur, maar meer op item. Ja. Hey, hoe denk je dat Jaylin straks gaat reageren als er een zusje komt? Ik denk wel heel goed en heel leuk, heel zorgzaam denk ik dat ze is. Want is ze er al veel mee bezig? Ja, ze heeft een echofotootje boven haar bed hangen. Oh, leuk. En ze wil vaak dingetjes kopen of uitzoeken voor de baby. En ja, tot nu toe is ze heel erg betrokken. Ja. Hey, en die kast, die kan dus straks gewoon linea recta naar het zusje? Of heb je daarover nagedacht wat je met al die kleren gaat doen? Ja, als ik op uitgekeken ben, dan doe ik het weg. Als iets te klein is, dan... Ja, ik vind het nog heel lastig, omdat er best wel een leeftijdsverschil tussen zit. En ja, dat het over 3 jaar pas aan kan. Ja, maak ik vaker de overweging om het weg te doen, dan om het te bewaren. Maar er zijn wel een paar items waar ik geen afstand van kan doen. En die bewaar ik dan wel voor de zusje. Hey, en welke items zijn dat dan? Nou, er ligt hier toevallig nog één ding in de kast. En dat is deze. Van Pop-up Shop. En dat is echt wel een van mijn all-time favorites. Oh, die kan ik echt niet wegdoen. Kijk nou, hoe cute. Ik zie wel allemaal leuke dingen. Wanneer heb je deze gekocht? Wel kort nadat die collectie uitkwam. Ik weet even niet meer, volgens mij was dat... Ergens vorig jaar denk ik. Ja. Is hem vaak aangehad? Nieuwe najaarscollectie vorig jaar. Ja, die heeft ze wel veel aan. Heel leuk, deze met konijntjes. Maar die was heel snel uitverkocht, dus ik was er inderdaad wel Ik heb hem ook echt nog bijna nooit gezien, deze. Echt super leuk. Want wat zijn jouw favoriete merken? Mirabellini, toch wel. Bobo Joe's. Mingo. Ja, ik heb eigenlijk wel heel veel merken. Niet echt één merk als favoriet. Kende je die merken al toen je zwanger was van Jaylin? Nee, nee. Is echt eigenlijk een beetje door Instagram gekomen. En ja, toen zag ik dat steeds meer voorbij komen. En ja, zo heb ik steeds meer merken leren kennen. Daarvoor was ik nooit met kinderkleding bezig. En nu, wat betekent kinderkleding voor jou? Ja, het is wel echt een grote hobby geworden. Uit de hand gelopen, die vermoed ik zo. Ja. Hey, en kleed jij Jaylin zelf aan of doet zij dat? Tegenwoordig wil ze steeds vaker zichzelf aankleden. Het is niet dat ik dat stimuleer, maar daar begint ze nu wel zelf mee. En ze begint ook zelf haar kleding uit te willen kiezen. Maar meestal weet ze er wel een leuke combinatie van te maken. Gelukkig. Ja, ze heeft wel een beetje smaak in stijl. Ja, ze heeft er wel een beetje feeling voor, heb ik het idee. Ja. Ze heeft ook wel heel veel leuks in de kast. Ik zie allemaal leuke jurkjes, deze leuke pakjes. Heeft ze die vaak gedragen? De laatste tijd niet meer zo eigenlijk. Maar ik vind die wat lastiger combineren met broekjes of leggings. Omdat haar allemaal zo los zit. En vaak te groot is voor de lengte die ze nodig heeft. Maar met een rokje of zo vind ik hem wel leuk. Hey, en heeft Jaylin ook lange rokken? 2 lange rokken heeft ze. Ja, deze is wel vrij bekend van Bobo Joe's. Ja, heel leuk. Ik vind Jaylin ook wel echt zo'n lange rokkenmeisje. Ze is er echt helemaal geknipt voor. Ja, en deze die had ik eigenlijk met kerst. En die heb ik daarna ook niet meer bij haar aangedaan. Maar nu voor de zomer vind ik hem eigenlijk ook wel weer leuk. Ja, heel tof is die. En ik zie hier een paar leuke vestjes in mooie felle kleurtjes, blauw, geel. Deze vind ik ook echt super gaaf. Heb je die al lang? Of vorig jaar, najaar van najaarscollectie van Tana. Heeft ze hem al veel aangehad? Vooral nu als jas zeg maar naar buiten, als het net te fris is. Ik zie onwijs veel leuke kleding in je kast, maar hangt er nog iets wat je niet zo leuk vindt? Of wat een miskoop blijkt te zijn? Miskopen eigenlijk niet echt, want op het algemeen doe ik die op een gegeven moment toch wel weg. Ook via
Instagram verkoop ik dan weer kleertjes. Slim. Ik heb hier bijvoorbeeld een blouse die ik gekocht heb voor kerst. En die ik eigenlijk ook daarna niet meer aan heb gedaan bij haar. Terwijl ik hem hartstikke leuk vind. Maar op de een of andere manier pak ik hem er niet zo snel bij. Zijn er naast dit blouseje ook nog andere items die ze niet draagt? Ik kan niet echt één item zeggen. Nee, nou ja. Goed teken toch? Dat er weinig miskopen te vinden zijn in de kast. Ja. Hey, en wat kan ik vandaag voor jou doen? Ja, ik ben toch wel heel benieuwd of je weer andere combinaties maakt. Of weer andere dingen bij elkaar. Zodat ik zelf weer op ideeën gebracht word. Of inspiratie krijg om weer net weer andere outfitjes te maken voor delen. Oké, nou ik ga gewoon lekker aan de slag. Ik ga jou naar beneden sturen. En als ik zo meteen de outfits klaar heb, dan mag je weer tevoorschijn komen. Ja, helemaal goed. Succes. Ben benieuwd. Ja, dank je. Ik zie hier nog een paar laadjes. Dan ga ik eens even induiken nog. Oh my god. Kijk even hoe netjes dit ligt. Sokken helemaal gesorteerd. Er is nog meer. Wow. Het kon natuurlijk ook niet uitblijven. Met zo'n garderobe kan je natuurlijk ook wel een lekkere schoenencollectie verwachten. Pantertjes, leuke adidasjes, toffe sneakertjes. Jaylen heeft echt een leuke kast. Nienke gaf aan dat dit de lievelingslegging van Jaylen is. Hij blijft helaas nog iets te vaak in de kast liggen. Dus ik ga een leuk setje maken. Ik ga deze trui erop combineren. Omdat ik die gewoon qua kleur goed vind passen. En ik ben helemaal weg van dit jasje. Die gaan we er overheen dragen. Dit is outfit 1. Jaylen heeft deze rok voor het laatst met de kerst aangehad. Dat is toch zonde, want het is echt een toffe rok. En die kan ze ook prima nu dragen. Ik ga hem even afstylen. Ja, ik vind deze er gewoon te gek op combineren. Het is misschien niet wat je verwacht, maar ik heb er wel een klik mee. En daar zoek ik dan nog even wat leuke kousjes bij. Ik ga voor dit lekkere felle gele kleurtje om wat extra contrast in de outfit aan te brengen. En nu ga ik nog even een super zomerse outfit maken. En dat doe ik met dit leuke gestreepte rokje. Daar ga ik dan even een lekker zomers hemdje bij zoeken. Ik vind deze qua kleur er helemaal leuk bij. Daar gaat natuurlijk ook nog een leuk vestje bij. Voor als het wat frisser is. En dat is deze kobaltblauwe geworden. Kleurt ook weer heel mooi bij het rokje. Tadaa! Dit is hem. Leuk sandaaltje eronder. En klaar is Kees. De setjes zijn gemaakt. Ik ga de dames erbij roepen. Setjes. Oh, leuk. Nou, Jaylen heeft een duidelijke voorkeur voor deze. En welke vind je het leukst? Ik denk toch wel deze. Ja, waarom? Ja, ik weet niet. Het spreekt me het meeste aan qua combinatie en qua kleuren. Maar ik vind deze middelste toch ook wel heel leuk. En die had ik nooit zelf zo bij elkaar gevonden, denk ik. Vind ik wel, wel leuk gevonden. Mama, ik wil uitleggen. Jaylen is in ieder geval klaar om zich om te gaan kleden. Zullen we dan je nieuwe outfit aantrekken? En welke vind jij het leukst? Deze. En dan ga ik even wat te gaan. Ja. Weer staat daar ook mooi, zeg. Dat blauw. Zullen we de sandaaltjes aantrekken? Wat vind je van het eindresultaat? Ja, superleuk. Ja, dit is ook echt wel helemaal wat bij de past. En die kleuren zo bij elkaar vind ik echt heel mooi staan. Als je dit een leuke video vond, steek dan je duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Doei! Even naar de babykamer kijken. Wil jij het laten zien?